die kwamen vaak per boot. Dus het werd hier in de haven steeds drukker. Dacht David, hé, daar kan ik geld aan verdienen. Dus hij vroeg aan de schepen op de Rijn tol voor wijkbeduursteden. En daarmee werden de straten geplaveid en de huizen gebouwd die hier nu nog steeds staan. Bij de Waldpoortmolen, Rijnlek. Die dus niet door Van Ruisdael is geschilderd, want dat was een andere molen die al lang niet meer bestaat. Er werden verdedigingswerken, stadsmuren en poorten gebouwd die omstreeks 1850 alweer voor het grootste deel verdwenen waren. Alleen het stuk aan de rivier bleef staan met de Leuterpoort. In 1659 kreeg ene Antonie van Eindhoven toestemming om op de poorten molen te bouwen voor het bewerken van eikenschors voor de leerlooierijen. Een runmolen. Maar hij moest voor het huren van de poort wel 10 gulden per jaar betalen. De Rijnlek staat dus op een poort en is daarmee de enige walpoortmolen in het land. En dan gaan we de stad in. Geweest dat wijkbeduursteden een heel belangrijk machtscentrum was in onze regio, ruim 500 jaar geleden. Hier in Utrecht was de bisschop aan de macht en niet de adel. En die bisschop die had zelfs een eigen leger. Utrecht werd in die tijd met harde hand geregeerd door David van Bourgondië, een bisschop die zoveel tegenstanders had dat hij samen met zijn hele hofhouding naar wijkbeduursteden verhuisde. Adellijke families die probeerden altijd een paar kinderen een carrière als geestelijke te laten maken, want dan hadden ze inspraak in de kerk. En zo gebeurde het ook met bisschop David. Hij werd geboren als onwettig kind van Philips de Goede van Bourgondië. Buitenechtelijke kinderen erfden niet automatisch van hun vader, maar kregen wel leuke baantjes. Philips vond dat David bisschop moest worden. Maar de Utrechters hadden eigenlijk iemand anders gekozen. Daarom was er militair geweld nodig om een plek voor hem af te dwingen.
had een persoonlijke muzikant die hem begeleidde als hij naar de kerk ging. Had ook een eigen koor, het allerbeste van heel Europa, volgens de paus. Er zullen over deze paden wel heel wat geleerden gewandeld hebben, want het was een spannende tijd voor filosofen en denkers. Waar eerder God en de kerk centraal stonden, brak er nu een tijd aan waar de mens steeds belangrijker werd. De bekende humanist Erasmus is door David tot priester gewijd. In Rome werden deze ontwikkelingen nou niet bepaald verwelkomd. Maar David hield zijn deuren wagenwijd open voor nieuwe ideeën. Zo werd David van Bourgondië op zijn 28e bisschop van Utrecht. Eenmaal bisschop liet hij de mooiste kleding maken. En twee van die mantels die hangen hier in het Museum Katharijnenconvent in Utrecht. Rechts was van zijn assistent en die linker die heeft hij zelf gedragen. Wat we daar zien, is dat echt goud? Er zit echt gouddraad in deze gewaden waar goud in verwerkt is. En daarmee zijn ze heel zwaar en ook heel kostbaar. En dat is ook de reden waarom er zo weinig van over zijn. In de periode van de reformatie heeft men deze gewaden in stukjes geknipt vaak en weer in de smeltkroes gegooid en zo goud teruggewonnen om er geld van te kunnen maken. So
Gesteund door zijn familie werd David een zeer machtige bisschop. Hij gaf de grenzen van zijn bisdom aan door overal kerktorens te laten bouwen. Bijvoorbeeld in Loenen, Maartensdijk, Eemnes, Amersfoort, Amerongen en Rhenen. Hier op het Wet in Utrecht was vroeger het hof van de bisschop. Maar David die heeft daar bijna niet gewoond, want die Utrechters die moesten hem niet. En daarom werd het hem een beetje heet onder de voeten. Nee, dan wijk bij Duurstede. Daar voelde David zich een stuk prettiger. De bisschop kwam niet alleen. Hij bracht zijn complete hofhouding mee. Hij ging wonen op kasteel Duurstede, maar daar paste lang niet al zijn personeel in. Een deel daarvan ging in het stadje wonen. In het begin waren er veel te weinig huizen voor al die mensen. Het kasteel wat er al stond vond hij wel een tikkie armoedig, zo met maar één toren. Dus hij liet dat hele eiland uitbouwen tot één groot kasteel naar Frans model. De oude toren in het midden en daaromheen vier torens van verschillende dikte. David die maakte van de oude toren een gevangenis en daar sloot hij mensen op die hem simpelweg niet bevielen. De toren is het enige gave stuk van het grote trotse kasteel dat bewaard is gebleven. De rest verviel tot een indrukwekkende ruïne. De luister van Davids hof lokte de hele Europese adel naar zich toe. Iedereen wilde zich maar al te graag laten vetteren in dit trefpunt van cultuur en wetenschappen. Iedereen wilde erbij horen. In de noordelijke Nederlanden bestond zoiets verder niet. Het kasteel herbergde een weergaloze verzameling aan gobelins, schilderijen, glas en meubilair uit alle windstreken. Het was een echt middeleeuws hofleven. Voordat David hier kwam was Wijk eigenlijk een beetje een onbeduidend stadje. In de 8e eeuw ging het redelijk goed, maar het werd weer verpest door de invallen van de Vikingen. Maar toen David hier kwam, kwam Wijk pas echt tot bloei. En er woonden hier toen ongeveer 2000 mensen. De straat zoals je die hier nu ziet, die had je in die tijd echt niet hoor. Dat was allemaal modder en hooi. En dat was eigenlijk overal zo, behalve in sommige delen van Utrecht. Thank you.
bouwput Duurstede werd één grote bouwput. Het kasteel, maar ook de grote kerk, werden met allure verbouwd en vergroot. Die engel die je daar ziet, die had altijd een schild vast met het wapen van David. En er wordt beweerd dat hij van deze kerktoren een kopie wilde maken van de Domtoren, maar dan net wel een stukje hoger. Deze waterspuwers zijn nog exact als op de veel oudere Dom. Grappig genoeg waren die een beetje ouderwets in Davids tijd. Maar dit project was zelfs voor bisschop David een maatje te groot. Als je naar de kerktoren kijkt, dan zie je dat die nooit is afgebouwd. Waarschijnlijk door geldgebrek. Ja, en dan de vrouwen. David was bisschop en dus niet getrouwd. Maar dat betekende niet dat hij niet van de vrouwen hield. Dit café stond er al in de tijd van David. Wat is er nou nog origineel uit Davidse tijd? Het plafond, visgatenplafond en de pilaren. En kwam die hier ook wel eens? Nou, het verhaal gaat dat hij hier altijd zijn vrouwen ontving. Ah. En meerdere feestjes hield. Oh ja. Thank you.
Na de dood van zijn halfbroer Karel de Stoute kwam de klad een beetje in Davids positie. De weerstand tegen de bisschop werd steeds groter en hij was niet meer bij machten om zijn tegenstanders de mond te snoeren. Het lukte een van die tegenstanders alle gevangenen van David te bevrijden. En toen was er geen houden meer aan. Hij werd op een mestkar naar Amersfoort gehobbeld, opgesloten en vernederd. Hij kwam nog korte tijd terug op zijn oude post. Maar niet lang daarna kon hij zijn bed nauwelijks meer uitkomen van de jicht en werd hij langzaam dement. In 1496 overleed hij. 69 jaar oud. Hij is dan meer dan 40 jaar bisschop van Utrecht geweest. Hij wordt begraven in zijn geliefde wijk Beduurstede in het koor van de kerk. Maar van zijn graf is niets meer over, want een eeuw later wordt het verwoest door een grote brand. Maar nou gaan er verhalen dat na die brand hebben ze zijn lode kist gevonden met de overblijfselen van David en hem ergens anders herbegraven. Of dat waar is en waar zou die dan liggen? Thank you.
Tegen de kerk aangebouwd een aardig klassicistisch perceel dat oorspronkelijk niet bij de kerk hoorde, maar ooit een badhuis was en een consultatiebureau. Nu is het consistorie. Het portret in het medaillon stelt niemand voor, die twee cherubijntjes ook niet. Als je zo omhoog kijkt, zie je de Sint-Janstoren samen met het dak van het raadhuis, dat dateert uit 1662 en is gebouwd naar een ontwerp van Gijsbert van Vianen en Peter van Koten. 17e eeuws, streng en sober. Als je naast de Nederhof een poortje onderdoor gaat, sta je zomaar weer oog in oog met de middeleeuwen. Er is een oude muur, de achterkant van de Nederhof dus. Je kunt wel zien dat dat de oorspronkelijke muur geweest moet zijn en dat die voorgevel van veel later is. En er zullen altijd mensen zijn die even proberen of die pomp het nog doet. Hoewel. Nu heeft de kasteelruïne er jarenlang altijd erg verwaarloosd bijgestaan. Ruïnes hebben dat al van nature. Tot men het plan opvatte om dan toch de zware vierkante donjon eens grondig te restaureren. In 1984 stonden er stijgers voor. En vorig jaar zomer waren de grote gaten, waar weer en wind vrijspel hadden, gesloten. Niet met een dun wandje, maar echt weer met een 2 meter dikke opvulling. Er kwam een fraaie houten toegangstrap. En de rest van de begroeide ruïne werd schoongemaakt, opgemetseld en toonbaar gemaakt. Dit venster was vroeger gewoon een slordig gat. Zelfs de waterput op de binnenplaats kwam terug. Alles is weer zoals het wezen moet. Een knappe ruïne.